Goedenavond allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending op de dinsdagavond. Ik ben er dus ietsjes eerder dan de andere dames altijd. Dus ik wacht even totdat iedereen mij gevonden heeft. En dan gaan we zo meteen van start. Nou, vanavond gaan we met de kerst aan de slag. We gaan met de Grunge-collectie. En ja, wat het precies gaat worden, weten we nog niet. We gaan in ieder geval zo meteen beginnen met alles even te laten zien. Misschien dat we wat stempeltjes gaan gebruiken, misschien wat standjes gebruiken. We zien het wel. Ik wacht nog eventjes totdat iedereen mij gevonden heeft. Ik zie mijzelf inmiddels. Reacties lopen door, dus volgens mij gaat alles wel weer goed. Ik weet niet of een aantal van jullie de Grunge collectie al in huis hebben. Hij is er natuurlijk al wel iets langer, maar omdat ik vanavond een live moest inhalen, omdat de anderen op vakantie zijn en Corine natuurlijk geopereerd is. En ik had niet zo heel veel tijd om wat voor te bereiden. Ik denk, nou ja, dan gaan we gewoon lekker met de Grunge collectie zitten. Ik had er nog niks mee gedaan en dat werd dus ook hoog tijd. Dus dat is de planning voor vanavond. En of ik er echt een kaart mee ga maken, of hoe of wat, kan ik jullie nog niet zeggen. Deze Grunge collectie is ook weer zeer geschikt voor gewoon gewone kaarten. Grunge collectie kan je gebruiken voor echt stempelen. Of je kan er plannenpagina's mee maken. Of dus gewoon lekkere vintage kaarten. Bij die Grunge collectie zit nu ook een die-cut boekje. En daarin zitten achterin ook wat sticker elementjes. Die je dus kan gebruiken voor bij de kaarten. Er zitten allemaal leuke labeltjes bij, dus ook weer met winterse teksten. Er zitten wat leuke framepjes bij. Wat van die ouderwetse plaatjes. We hebben de stormlantaarn, we hebben onze takjes. Er zitten allerlei bosdieren bij. Nou, ons winterse tafereeltje, de bomen. We hebben sleetjes, we hebben van die mannetjes, nog meer sleetjes, de ouderwetse schaatsen. Ja, er zitten echt hele leuke elementen in en deze elementen kan je natuurlijk ook weer voor allerlei andere kaarten gaan gebruiken. Dan hebben we daarbij een paperpad en die is op het formaat van 20,5 bij 20,5 en dat zijn allemaal mooie achtergrondvellen. En die achtergrondvellen, het is nu een beetje rustige kleurtjes allemaal. Maar dit kan je natuurlijk ook nog weer helemaal op gaan bouwen met allerlei kleuren inkt. Met verfjes of met je stempels. Dus dit biedt nog veel meer mogelijkheden. Dus ik zou zeggen, ja, sommigen die hadden zoiets van, nou, het is wel een redelijk saaie collectie. Nee, je moet dit echt zien om zelf ook nog weer leuke achtergronden bij op te gaan stempelen. En dat gaan we straks ook even doen. Deze collectie, die heeft ook nog allerlei stansmalletjes. We hebben een stansmalletje van een label. En dat is een A6 label shape. En dat kan je natuurlijk als basis van de kaart gaan gebruiken. Of je kan die label ergens anders op gaan gebruiken. Ook daar zijn verschillende mogelijkheden mee. We hebben een leuk setje met ijskristalletjes, met boompjes, met sterretjes. Een leuk decoratie-elementje en er zitten wat tickets bij. Die tickets, die kom ik straks nog even op terug, want dat wordt ook nog weer ergens anders voor gebruikt. We hebben een hele mooie stempel van een boom. Ook leuk om die met watercolors te gaan stempelen. We hebben een mooi tafereeltje met ons dorpje in het sneeuw. Een achtergrondje. En we hebben deze mooie takjes. Nou, er zitten muzieknootjes bij. Er zit een ticket bij. En als het goed is, zou deze ticket daar weer bij passen. We hebben een mooie slee.
Hier hebben we leuke tickets, ook voor de achtergrond. Die kan je natuurlijk ook allemaal in gaan kleuren en uit gaan knippen. We hebben een prachtige border. We hebben een lantaarn. We hebben spetters. De tekst met winter. We hebben hele mooie lampjes. Nou, we hebben nog een ticket. En die ticket die past bij deze standsmal. En daarbij zitten ook leuke sterretjes en van die kleine tickets die we uit kunnen gaan knippen. We hebben een setje met bomen en daar zitten onderaan nog weer wat ijskristalletjes. Nou, een tafereeltje, ons rendiertje, ook leuk om op de achtergrond te doen. En wat we dan ook nog hebben is een mask stencil met sterretjes. Een mask stencil met allemaal bomen. Een mask stencil met snow. En dit is ook wel ontzettend leuk om daar de structuurpasta bij te gebruiken. En een met ijskristalletjes. En wat we nog hebben is een heel mooi frame. Nou, ook leuk om hier bijvoorbeeld met gouden pasta mee te gaan werken. En dan in het midden een leuk plaatje. Nou, er zijn echt ontzettend veel leuke ideetjes mee. Ik heb dit allemaal verder nog niet gebruikt. Ik was daar nog niet aan toegekomen. Wat ik vanavond wil gaan doen. En ik denk dat ik maar ga beginnen met deze label. En dat wordt dan gewoon een beetje een eenvoudige label. Die heb ik dus uit het designpapier uitgestanst. Ik heb daar een groene basislabel onder gemaakt. En daarvoor heb ik dus deze gebruikt. Dat is de Christmas Greens. Daarbij gaan wij waarschijnlijk een tekst gebruiken. Nou, ik wilde bij deze eigenlijk een paar boompjes erbij gaan doen. Die zijn ook uit de Christmas Greens uitgestanst. Tenminste uit dat paperpad, laat ik zo zeggen. Dan wilde ik denk ik daar aan de zijkant nog een boompje maken. En nog een donkergroene boom. We hebben wat diertjes. Ik denk misschien is het wel leuk om dat erbij te doen. Dan kunnen we nog een ijskristalletje ergens achter doen. We hebben nog wat vogeltjes. Nou, dat is in principe eigenlijk al wel ontzettend leuk. En dan gaan we hier natuurlijk sneeuw onderaan doen. Bovenaan nog een strikje. En dan zou je eigenlijk al wel een hele mooie kaart klaar hebben. Maar ik wil toch bij deze, omdat we die leuke producten ook hebben, wil ik toch even wat extra dingen nog eraan toe gaan voegen. En we gaan als eerste even werken met het mask stencil om er wat sneeuw op te maken. Even kijken. De sneeuw laat ik gewoon lekker zo naar beneden vallen en dat doe ik tot ongeveer daar. We hebben bij Studio Light ook structuurpasta. Dat kunnen we daar heel goed voor gebruiken. Deze snow dots, ja, ik vind dat altijd gewoon ontzettend leuk. Even zorgen dat je dus niet die ijskristalletjes ook erbij gaat gebruiken, want dat past hier natuurlijk weer net niet bij. Kijk, zie je, de sneeuw die valt nu mooi naar beneden toe. Ik ga dit toch even schoonmaken. Want anders dan kan ik hem, als ik eventueel straks nog een volgende creatie wil maken, zou ik hem niet nog een keer kunnen gebruiken. En dat zal wel jammer zijn. Alhoewel, ik vind het wel leuk om hier naar het midden toe nog iets meer stipjes te maken. Omdat die bomen natuurlijk aan beide zijkanten komen, dan is het wel leuker
dat de sneeuw ook daar nog een klein beetje naar beneden gaat. Kijk, dan dwarrelt dat als het ware een beetje over de achtergrond heen. Dit ga ik even snel een klein beetje droog feunen, zodat we weer verder kunnen. Even kijken, de feun erbij. Anders moeten we zo lang wachten. Daar hebben we ook geen zin in, hè? Ja, ik wil de achtergrond nog wel een klein beetje naar eigen idee maken. En we hebben heel veel leuke elementjes. Dus we gaan nog een klein beetje op de achtergrond stempelen. Niet te veel. Even kijken, er zat een hele leuke bij met die tekst met winter en die dots. En ik wil ook die swirls gaan gebruiken. Even kijken, we gaan de spetters even pakken. Dan pakken we een acrylblokje. En even kijken, welke inkt gaan we doen? Ik denk dat de kleur Spruce van de Versa Fine Claire wel heel mooi is. Misschien net iets te fel groen. Nee, dat kan wel heel goed. Dat is wel een hele leuke kleur. Ik was even aan het twijfelen van, dat is misschien net wat te heftig. Maar toch, het spreekt wel lekker aan zo. Nou, ietsjes afstempelen. Daar komt hij ook nog een beetje. Even kijken, hier bovenaan mag hij ook nog. Daar wil ik ook nog een klein beetje van die stipjes. Dat is dat. Even kijken. Wat gingen we er nog meer bij stempelen? Een klein stukje van deze snow. En ik ga daar gewoon een klein gedeelte van gebruiken, want ik wil een gedeelte van dat ijskristalletje hebben. En die wil ik wat lichter op de achtergrond hebben. Dus ik pak er even... Nou ja, maakt niet uit wat voor soort papiertje het is. Even een papiertje bij om alvast één keer af te stempelen. Dat ik de ergste kleur eraf heb. Ik had hem wel goed. Daar komt ook nog een stukje en heel lichtjes in de achtergrond. Kijk, dus gewoon her en der nog weer een klein beetje stempelen. Ik had daar ook die hele leuke... ik vind dat altijd zo leuk, zulke soort elementjes. Even kijken, dat ga ik met een andere kleur doen. En daar ga ik de kleur Portobello voor pakken. Dat is een beetje groen-bruin. En ik denk dat dat wel ontzettend leuk hierbij staat. Kijk, want dat ruitje dat zit daar ook al een beetje. En als je dat zo toch nog weer terug laat komen, ja, ik vind dat wel leuk. Komt daar ook nog een beetje. Dan denk ik dat we qua stempelen wel vrij ver al zijn. Ja, daar moeten we niet zo heel veel mee bij gaan doen. We gaan de randjes even wit maken met gesso uiteraard.
Ja, dit wordt gewoon echt een, niet al te moeilijke label. En die label die kan je dan eventueel nog weer op een ondergrond gaan verwerken. Weet je, je kan er nog alle kanten mee op. En uiteraard gewoon zo. Het is ook leuk om deze gewoon als cadeautje weer te geven. Of straks aan een kerstcadeautje te hangen. Ja, jullie weten wel, ik doe altijd mijn randjes eventjes met een beetje witte gesso. We kunnen straks nog met wit gaan spetteren. Maar dat komt straks. Ik ga deze gewoon alvast hier opplakken. Vast is vast, zeggen we. Jullie zien wel, ik heb alweer genoeg bende om me heen verzameld. Ik zal het eens even een klein beetje op gaan ruimen. Dus deze plakken we hier weer op. Nou, het is gewoon een leuk, leuk formaat labeltje. Niet zo onwijs groot. En toch kan je er meer dan genoeg op. Ik heb de gesso van Cadence. Maar er zijn van zoveel merken is de gesso. Weet je, je kan gewoon pakken wat je zelf hebt. De boompjes. Ik vind het wel leuk om aan beide kanten even een andere kleur grote boom te doen. En een iets kleinere boom. Deze komt daar weer iets achter. Even kijken. Die komt toch aan die kant nog een beetje ervoor. Ik heb nog wel een boompje. Die komt dan daar. En weet je, door al die bomen ziet er ook alweer ontzettend leuk uit. Die bomen die ga ik dan nog even ook met gesso bewerken. Dat ze ook een beetje een echte sneeuwbomen worden. De diertjes die lopen ergens daar nog tussen. Oh. I want to have a snowy day. Nou, die kwam daar. Dan gingen we die daar nog achter doen. Ik had, als het goed is, nog ergens een ijskristalletje. En ik had nog wat vogeltjes. Nou, zo'n vogeltje zit hier ergens in de boom. En daar komt er één in de boom. Dan ga ik hier straks nog even een strikje aanmaken. Sneeuw eronder. En volgens mij hebben we dan wel een hele toffe label. Die heel snel klaar is. We gaan dan uiteraard zometeen nog even iets anders erbij maken. Want anders is de live wel heel snel voorbij. En dat was niet de bedoeling. Maar we zijn er ook nog niet. Dus ook op de boompjes doe ik even weer eerst een beetje gesso. En ik ga er straks ook nog een beetje van die sneeuw van Studio Light erop doen. Dan kunnen we straks misschien ook nog wel even een paar leuke tickets gaan maken. Gewoon even de stempels uitproberen om een ticket daarmee te maken. Weet je, ik weet nog niet hoe ze eruit zien en jullie ook niet. En ik ga misschien ook gewoon even met de mask stencils, dat we daarmee gewoon even op een proefpapiertje gewoon even een stukje gaan blenden. Om te kijken hoe mooi ze worden. Want weet je, vaak geeft dat nog het, het beste beeld ook voor jullie van hoe dingen uitkomen te zien. Want je ziet plaatjes op internet en dan denk je, ja, en dan? Hoe wordt het uiteindelijk? En dat heb ik zelf ook hoor. Even kijk, en deze kwam hier aan de zijkant. Die ga ik alvast even opplakken. Ik doe alleen aan de binnenkant even een dun streepje lijn. En er zitten in dit die-cut boekje nog veel meer leuke plaatjes.
Maar ja, goed, ik kan niet alles op deze label kwijt. Daar is de label te klein voor. En hij was al vol genoeg. Ook bij deze gewoon even een klein drupje lijm. Of een klein strookje lijm. Die plakken we even vast. Even kijken, dan komt er een boompje ervoor. En ja, ik vind het ook wel leuk om bij die boompjes ook gewoon de binnenkant een beetje zo bol te duwen. Dat die boom dus ook nog weer ietsjes naar voren komt te staan. Dus ook hier even een, alleen in het midden een strookje. En dan ga ik aan deze kant zo'n donkere boom doen. Ja, heel veel mensen zijn al bezig met de kerst. Maar dat komt ook omdat er zijn ook heel veel mensen die moeten ja, echt heel veel kerstkaarten maken. En ja, dan begin je gewoon op tijd. Want anders dan red je het gewoon straks echt niet. Dan heb je straks kerstkaartenstress. En ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hier komt nog zo'n kleine boom weer voor. Kijk, dan hebben we een paar mooie boompjes. Die gaan we ook eventjes opplakken. Bomenrijtje daarvoor. Even kijken. Deze kwam aan deze kant. Die komt daar nog voor. En dan zie je die bomen daar ook nog een klein beetje weer in de achtergrond. Ja, ik vind dat dan altijd wel weer leuk. Hier zit vogeltje al achter de bomen. Dat is niet de bedoeling. Even kijken. Wat gaan we doen? Die gaan we er gewoon zo een beetje tussen parkeren. Of lopen ze toch daarvoor? Ik ga ze daarvoor zetten. En dan komt hier gewoon een flinke sneeuwbos. Ik ga deze even met foamtape opplakken. Dan staan ze er net iets hoger op. Dat is wel weer leuk. Even met een klein beetje foam plakken we die ervoor. Nou, hier wordt het ondertussen al behoorlijk donker. Zal zo wel weer wat volgen, denk ik. Ja, het stempelwerk zie je niet zo heel veel meer van, maar ach, het gaat om het idee, hè. We hebben ons in ieder geval wel kostelijk vermaakt met stempelen. Even kijken, deze zetten we daar neer. Dan komt dat vogeltje ook met een beetje foamtape erop. Even kijken, het vogeltje zit hier lekker in de boom. Aan de andere kant zit er ook een vogeltje in de boom. Jeanette is pas morgen live hoor. Niet vandaag. Jeanette is altijd op de woensdagavond.
daar komt ook nog een vogeltje in de boom. Bij deze gaan we even ook de randjes een beetje weer wit maken. Daar kwam dan straks zo'n mooi ijskristalletje nog achter. Of we doen die er net iets onder. Ik denk dat ik die zo onder ga doen. Dat vind ik ook wel leuk. Ik heb dat ijskristalletje heb ik uit glitterfoam uitgestanst. Dus dat ligt er echt wat, wat dikker bovenop. Ik vind dat wel leuk. Ga straks even kijken of ik die andere nog kan vinden. Die plak ik dan misschien daar nog. Dit vaandeltje wil ik een beetje gebold opplakken. Dus ik doe maar aan beide kanten een klein beetje lijm. En dan zie je wel, hij zit hier een klein beetje gebold nog. Kijk, het valt toch al leuk. Een strikkie erop. Even kijken. Ik heb nog een mooi strikje. Dat is een beetje groenig. Er zit trouwens ook nog zo'n reinforcer rondje bij. Die heb ik nog niet uitgestanst. Die zou je er ook bij kunnen doen. Maar ik vermoed haast dat je dat bij mij straks niet weer gaat zien. Dus ik kies er gewoon even voor om het zo te doen. Een organza lintje. Dan vind ik het wel leuk om daar een stukje jute touw nog even omheen te strikken. Want dat geeft alweer een heel stoer effect. Kijk, dat strik ik dan daar bovenaan eventjes. Ook weer met een dubbele strik. Dat touw, dat laat ik gewoon een beetje naar beneden vallen. En die mag ietsjes korter. Ik vind hem net wat te groot. Nou, zachtjes klettert de regen weer tegen het raam. Hoe verrassend. Scheelt dat we de laatste dagen ook nog geen sneeuw, of geen sneeuw hoor, mijn sneeuw. Komen we erbij. Nog geen regen hebben gehad. Kijk, hier heb ik nog zo'n ijskristalletje. Die ga ik daar nog plakken. En ik heb nog hele leuke belletjes. En die belletjes die ga ik er ook even aanmaken. Twee van die ouderwetse belletjes. Die doe ik ook gewoon aan een stukje jute touw. Daar ga ik ook weer een klein strikje in maken. En die ga ik dan straks even met het lijmpistool vastplakken. Ik zal het lijmpistool wel even aandoen. Kijk, die plak ik dan gewoon daar nog weer bij bovenop. En dan hebben we gewoon ontzettend leuk strikje. Dus deze keer geen bloemetje erop. Maar gewoon alleen zo'n leuk strikje en zo'n belletje. Nou, dan kunnen we straks op die ijskristalletjes kunnen we nog even een pareltje doen. En hier onderaan gaan we natuurlijk nog sneeuw doen. En we gaan nog even met onze witte spettenpen. Even kijken waar ik die heb gelaten. Een liniaaltje om mee te tikken. Dan komen er ook op de boompjes weer een beetje spetters. En wat ik dan vaak doe is ook nog gewoon een beetje hier van die lijntjes weer opmaken.
Nou, ik ga hier in het midden even een groen plakpareltje doen. We hebben van Studio Light ook hele mooie groene plakpareltjes. Ja, ik had al wel sneeuw, maar nu komt die sneeuw ook een beetje nog weer op de boompjes, zeg maar. Kijk, daar een mooi groen plakpareltje. En daar een groen plakpareltje. De sneeuw. Gaan we hier onderaan doen. Dus het is gewoon echt lekker een sneeuwlandschap. Dan gaan we de diertjes in de sneeuw zetten. Met de pootjes in de sneeuw, dan zitten ze gelijk goed vast. Nou, omdat de sneeuw van boven komt, hebben de diertjes ook nog een klein beetje sneeuw op de ruggetjes. Op de toppen van de bomen zit nog een beetje sneeuw. Vogeltje heeft een klein beetje sneeuw gekregen. Nou, die snowpan van Studio Light, ja, ik gebruik hem eigenlijk heel veel. Gewoon even zorgen dat hij van tevoren ietsjes, dat je een beetje opwarmt. Dan kun je net wat makkelijker die sneeuw er weer uit doen. Nou, je kan zelf kiezen hoe groot je die sneeuwberg wil hebben. Ik vind het wel leuk dat ook onderaan nog een klein beetje de vorm van de label zichtbaar blijft. Kijk, en zo heb je toch in no time een ontzettend leuke kaart klaar. Wat je eventueel nog kan doen. Dat is de ijskristalletjes erbij pakken. En nog even een klein beetje ijskristalletjes over de sneeuw doen. Dat zijn van die kleine glassplintertjes. En dan krijg je gewoon een superleuk sneeuweffect. Kijk, dat is toch gewoon tof. Ik weet niet of jullie het kunnen zien zo in beeld. Maar nu heb je gewoon de sneeuw nog weer net even wat, wat luxere sneeuw, zeg maar. Nou, dan gaan we onze belletjes nog even vastplakken. Die plakken we daarop. Nou, hoppakee. Dat is nummertje 1. Hartstikke leuk, toch? Ik vind hem in ieder geval wel leuk. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Ga ik nog een hele creatie maken? Ik denk het niet. Ik had nog wel wat in principe klaargelegd. Oh. Ik ga het even bijpakken. Maar dat project wordt iets te groot voor deze avond nog. Maar we gaan gewoon even een beetje spelen met de mask stencils nog. Met de mask stencils en de stempeltjes. En dat ga ik dan later gewoon wel weer op de creaties verwerken. Om het even voorzichtig te uitscheuren. Kijk, wat ik ook nog had liggen. Dat is bijvoorbeeld deze. En dan wilde ik 2 van die leuke labels op gaan plakken. Dan ook aan de zijkant van die leuke boompjes. Ook aan die kant. En dan wilde ik dan in het midden zo'n leuk plaatje gaan doen. Dan dacht ik wat tickets erachter. En dan op de achtergrond wilde ik dan nog wat structuur aan gaan brengen. Dus ook met de ijskristalletjes. En ik denk dat we voor deze dan mooi die, die kan ik zo wel even met structuurpasta aan gaan brengen. Dat we hier al mooi van die ijskristallen op gaan doen. Ik wil dit fotootje eigenlijk niet gaan gebruiken. Maar ik wilde deze
daarachter gaan doen. En dan ga ik dit weer afdekken met een tekst. En dan komen daar nog dat jochie en dat meisje. En dan wilde ik ter decoratie deze ook nog ergens op gaan verwerken. Maar waar precies, weet ik nog niet. Dit wordt echt een beetje, ja, een mixed media project. Misschien dat ik die sleden nog bij ga doen. Dat moet ik nog even bekijken. Maar dit was een beetje de opzet. Nou, ik denk dat bij deze die ijskristallen wel heel tof zijn. Dat gaan we gewoon eens even proberen. Dus hier boven in de hoek komen wat van die leuke ijskristallen. Even kijken, ik wil deze twee eigenlijk wel graag hebben. Dus ook op je designpapier kun je gewoon heel mooi gaan werken met ijskristalletjes. Of met structuurpasta. Dat gaat prima. Ik wilde daar twee en dan ga ik er straks onderaan twee doen. Dan ga ik straks op een ander papiertje even kijken hoe die mooie boompjes uit gaan pakken. Want dat lijkt me ook wel ontzettend leuk. Ik ben gewoon benieuwd hoe die eruit komen te zien, die bomen. Dus we gaan nu gewoon even lekker een beetje spulletjes uittesten hoe ze eruit komen te zien. Kijk, daar bovenaan twee ijskristallen. En dan wil ik onderaan twee ijskristallen gaan maken. Ik ga gewoon voor hetzelfde patroontje. Nou, je doet dit gewoon een beetje net alsof je pindakaas op je boterham smeert. Nou ja, boter is makkelijker, hè? Daar zitten geen stukjes in. Dan kun je net wat gladder aanbrengen. Dus gewoon echt net alsof je een beetje je boterham aan het smeren bent. Nou, dit wordt een beetje de sneeuw. Nou, her en der vallen wat sneeuwdroppels. Daar een paar. En daar nog een paar. Nou, uiteraard ga ik daar later ook nog weer overheen spetteren. Dat snappen jullie wel. Dus hier komt nog veel meer kleur op. Maar dat komt niet nu. Ik ga deze even schoonmaken. Want anders dan heb ik daar straks wat moeite mee om het weer allemaal schoon te krijgen. Het hoeft er niet helemaal pietje precies af, maar als het ergste er maar weer af is. Mask stencil van de bomen. Even kijken. Zullen we die ook gewoon op het designpapier gaan doen? Dat is denk ik wel leuk. Pak ik gewoon een ander designpapiertje wat niet al te druk is. Even kijken hoe mijn stoel kraakt. Even kijken welk designpapiertje gaan we pakken. Gewoon deze. Gaan we gewoon een gedeelte daarvan gebruiken. Ik denk dat ik gewoon deze inkt ga pakken. Even kijken. Ik ga dat doen met... Gewoon met de blending brush. Zo. Dus met de Versa Fine Clair inkt kun je ook wel gewoon blenden. Je kan ermee stempelen. Je kan er van alles mee doen.
Voor mij hoeven de bomen niet echt zichtbaar te zijn dat echt specifiek een bomenrij wordt. Dus ik ga ook niet heel pietje precies blenden. Kijk eens, dit is toch wel ontzettend gaaf. Het worden wel gewoon echt mooie zichtbare boompjes. Dan gaan we nog eens even kijken wat we er straks dan weer van gaan fabriceren. Ook leuk om daar dan straks nog weer een beetje sneeuw op die topjes te gaan doen. Ik kan dit niet zonder magneten. Ja, in principe is het ook makkelijker om het eventjes vast te leggen. Maar ja, goed, ik ben meestal zo iemand van gewoon snel ermee beginnen. Kijk, dit is toch ook tof. Weet je wat dan ook leuk is? Ik zie gelijk iets anders leuks. Ik ga even een papiertje er nog bij pakken. Even kijken. Dan gaan we even een iets kleiner kaartje maken. Het wordt een kaartje van 11 bij 11 centimeter. Dan heb ik een stukje stenciltape. En dat plak ik even langs alle zijkanten. En dat kan je, ja, moet je zelf even kijken hoe breed je het hebt. Je kan ook bijvoorbeeld washi tape er even op plakken. Dat is ook wel ontzettend leuk en handig. Ik heb de stenciltape van Art by Marlene, maar kijk gewoon even wat jij zelf dan hebt. Even kijken. We gaan deze zo doen. Gewoon weer even lekker poetsen. Niet te donker. Ja, en wil je het wel donker, dan kan dat natuurlijk ook. Misschien is het ook wel leuk om die onderste even iets donkerder te doen. En dat ik er straks even wat lichtere boompjes weer voor ga zetten. Onderaan nog. Kijk, dat is al een rijtje. En welke ga ik daar nog doen? Daar komt alleen deze nog even. Dan hebben we dat boompje. Dan ga ik er eentje heel lichtjes erachter doen. Kijk, zie je, die komt er heel mooi lichtjes achter. Deze komt daar ook heel lichtjes achter. Dan gaan we vanuit deze kant een klein beetje met onze inkt gewoon blenden. Nou, ik had ook eerst een blauwe achtergrond kunnen maken. Heb ik niet gedaan. Even kijken. We hebben hierin nog leuke stempeltjes. En volgens mij hebben we ook zo'n... Ja, eigenlijk moet ik alleen even een takje hebben of zo. Of een... Deze kan ook wel. Onze spettetjes.
daar een paar spettertjes. We hebben zo'n heel leuk ijskristalletje nog. Dat is ook wel leuk om langs de bovenkant nog even te doen. Even kijken. Dat komt daar. En die komt daar. Wat hadden we nog meer? Nou ja, eigenlijk wil ik er niet zo heel veel meer op doen. Ik wil een heel klein stukje van deze postkaart nog. Hier zit zo'n kleine ticket van de Noordpool. Die komt daar. Spettertje hier, spettertje daar. We gaan even met onze spetterpen. Daar komt niet zo heel veel meer uit. De sneeuw is opgehouden. De sneeuw is op. Nou gaan we dit weer verwijderen. Zien jullie dat het bij mij dus een beetje misgaat? Ik had het beter eerst eventjes ergens op kunnen plakken. Het plakt nu net iets te hard. Ja goed, daar verzin ik wel weer wat op. Dat komt wel goed. Kijk, nu hebben we gewoon een leuk tafereeltje gemaakt. Dit zou je eigenlijk ook nog wel weer kunnen gebruiken voor washi tape. Dat je daar je eigen washi tape mee maakt. Nou, je kan hier dan nog weer leuk een kadertje omheen gaan maken. Je doet het weer op een stukje designpapier. Kijk eens, als je hier gewoon weer een kaartje van maakt, strik je erbij op. Een tekst erop en je hebt gewoon ontzettend leuk tafereeltje weer gemaakt. Je zou hierop zelfs nog, even kijken, daar is die gebleven. Ik had zo'n hele leuke stempel met zo'n bomenrijtje. Die had er eventueel ook nog bij gekund, of dat is wel weer leuk. Nee, bij deze is dat denk ik niet zo heel erg leuk. Kijk, want dat wordt een beetje te groot. Maar je zou die bomenrij, zou je natuurlijk bij deze wel weer ontzettend leuk hieronder kunnen gaan stempelen. We gaan het gewoon proberen. Als het niet leuk wordt, dan is het gewoon jammer dan. Dan kunnen we altijd nog weer wat over onze achtergrond heen plakken, hè? We hebben genoeg leuke plaatjes. Kijk, dat is toch wel ontzettend leuk. Het gaat er gewoon om dat je een leuke mixed media achtergrond krijgt. Je zou dit ook nog met verschillende kleuren inkt kunnen doen. Nou, ik heb dus niet helemaal goed gestempeld, want hij heeft daar niet helemaal gepakt. Maar het gaat gewoon echt een beetje om het idee dat je hier dus gewoon zelf ontzettend leuke kaarten van kan maken. Je kan ook zeggen van, nou, ik snij dit gedeelte gewoon zo weer uit. Ik maak daar weer zo'n leuke label van. Jullie hebben in ieder geval ook die mask stencils zo een klein beetje gezien. Wat je daar allemaal mee kunt. Nou, er zijn dus allemaal verschillende leuke stempeltjes. En ik heb uiteraard dan als creatie heb ik deze erbij gedaan. Ja, je kan ook nog sneeuwvlokjes weer over die boompjes heen laten vallen. Dat is ook ontzettend leuk. Dus ja, weet je,
je kan er nog oneindig mee spelen. Ik vind de Grunge collectie altijd echt zo'n leuke collectie waar je zoveel kanten mee op kan. Je moet er alleen even tijd voor nemen om al die verschillende producten ook gewoon te gaan gebruiken. En te ontdekken wat je er allemaal aan kan doen. Die sneeuw ijskristalletjes die zitten eigenlijk vast onder de bomen. Wil je dat niet, kan je natuurlijk ook zeggen van ik pak een beetje van die stencil tape. Ik plak eerst even dat af. Dan ga ik alleen die bomen stempelen. En dan afdrukken op de kaart. Dus dat kan ook nog. Er zijn gewoon heel veel verschillende opties. Ik hoop dat ik jullie een beetje kon inspireren. Het was dus een iets andere live dan anders. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik vond het in ieder geval wel weer leuk. Ik hoop dat ik jullie ook kan inspireren. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!